Zo'n 100 tot 150 werknemers van Ericsson in Rijen hebben woensdagochtend actie gevoerd tegen de overplaatsing van hun bedrijfsonderdeel. Samen met de vakbonden FNV Bondgenoten en de Unie protesteerden ze tegen de plannen van de directie. De werknemers vrezen negatieve gevolgen voor hun arbeidsvoorwaarden wanneer zij worden overgeplaatst naar een ander bedrijfsonderdeel. Het personeel gaat daardoor 10% minder verdienen en ze zijn bang dat de afdeling naar Sliedrecht verhuist. De pers mocht het terrein niet op en dus spraken we net buiten de hekken af met de voorzitter van de ondernemingsraad en FNV Bondgenoten. Nou, hetgeen waar dat het specifiek om gaat en waar bij deze mensen het probleem zit, is eigenlijk het toekomstperspectief, de maar beperkte compensatie in het pensioen en nog wat andere arbeidsvoorwaarden die men gaat verliezen als men van de ene Ericsson-vestiging naar de andere Ericsson-vestiging gaat. Nou, het grootste pijnpunt is in feite dat de beloning, om het zo te zeggen, hier in Rijen, de hoger is dan bij ENN, waar ze dan naartoe moeten. Dat waar je hier op 100 terecht kunt komen in een loonschaal, moet je in feite bij dat andere bedrijf stopt het bij 90. Moet je echt meer dan normaal presteren, dus boven gemiddeld, om ook bij die 100 te komen. Dus dat betekent dat het perspectief van de mensen met 10% wordt ingekort. De protesterende werknemers overhandigden de algemeen directeur Pim den Uyl een petitie, waarin zij hun bezwaren kenbaar maken. Eigenlijk is het bijna een herhaling van zetten, want we hebben dit al een paar keer gedaan. Alleen ja, nu wordt de actie wat groter. Waarin we ons ongenoegen over hetgeen wat we gaan verliezen in de toekomst. Om dat nogmaals onder het voetlicht te brengen. Ja, het is feit, mensen hebben gewoon altijd voor Ericsson gewerkt. Natuurlijk heel raar dat je gewoon binnen het bedrijf in één keer in een andere, een slechtere positie komt. Hè? En dat is niet alleen op het loongebied, maar bijvoorbeeld ook zo'n aandelenplan. Wat wereldwijd bij Ericsson geldt. Hè? Dat geldt dan ook weer niet bij die andere Ericsson onderneming. En mensen hebben gewoon het gevoel dat ze een beetje zo tweederangs werknemers beginnen te worden binnen Ericsson. En dat is denk ik de belangrijkste reden waarom die mensen hierachter staan. Die inkomensachteruitgang van 10% heeft niet alleen directe gevolgen. Dat die 10% die tikt natuurlijk ook door in de pensioenen van de mensen. Dus dat is niet alleen maar in die directe beloning, maar dat je hele leven lang blijf je dat met je meedragen. Naast de gevolgen voor de salarissen en pensioenen geeft Ericsson de medewerkers onvoldoende garanties voor het behoud van hun werk en standplaats. Donderdag dient de zaak bij de ondernemingskamer in Amsterdam.